Het was een topjournalist. Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 15 juli en we leven om bijna kwart over 11. Ik ga zo met de hondjes uit, want ook straks komt mijn begeleidster Karin weer. En ik wou eigenlijk in de tuin verder, maar of dat de wind toelaat, weet ik niet, want het waait nogal behoorlijk. Ja, en ik ben zomaar van het ene moment, tenminste van de ene dag op de andere dag, weer wat kwijt, wat ik net nieuw had. Mijn heksenbroers, dat heksenhoedje, dat broertje. Ik kan het nergens vinden. Zomaar, foetsie. Ik deed hem altijd, als ik naar bed ging, van mijn jurk of van mijn shirtje, of net wat ik aan had, deed ik een doosje bij mijn kettingen boven. Zit hij niet meer in. Ik heb hem ook een paar keer hier beneden gelaten, dat ik hem bij mijn oorbellen lag. Hij is hier bij mijn oorbellen ook niet te vinden. En ik kan me niet heugen dat ik hem ergens anders in heb gezet. Nou ja, welkom nogmaals bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik vind het wel jammer dat ik hem kwijt ben, want ik had hem eigenlijk weer even op willen hebben, maar ja. Ik kan hem niet vinden. Ik snap echt werkelijk niks van. Nee. Ik heb overal wel gekeken waar ik denk van, daar kan die wezen, maar nee. Maar ja, ook staat mijn rollator daar weer klaar. Ik ga met de hondjes even lopen. Ik zal even kandels en eten in de gang zetten. Ik kan die even weer smikken, smullen en wat dan ook. En dan gaan wij aan de wandel. Ik zou zeggen, veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we zien elkaar later. Doei! Ja, lieve vrienden, wat we vrezen is helaas uitgekomen. Onze lieftallige man, Peter R. de Vries, de beste journalist, op wat voor zaak dan ook, hij haalde altijd de waarheid boven water. Het was een topjournalist in dit soort zaken. En nou is hij zelf om het leven gebracht. Hij is vandaag helaas overleden. Dat God had met zijn ziel. Ik wil alle familie, kennissen, vrienden en ook natuurlijk het volk, de kijkers die hem volgden in zijn journalistiek, als hij op tv was in een uitzending of wat dan ook, wil ik allemaal condoleren met dit grote verlies. Onze Peter is er niet meer. Ik vind dit zo bizar erg. Geen woorden voor. Zijn vrouw, zijn kinderen. Wil ik een hart onder de riem steken? Ik weet wat het is om je vader of je man te moeten verliezen. Ik ben ook een wees. Mijn ouders leven niet meer. Mijn man is ook in de hemel. Ook die mis ik. Dus ik weet als geen ander wat het is. Dus ik wens jullie heel veel kracht, licht en sterkte in deze donkere dagen. Die al bizar zijn vanwege de corona en andere achterlijke dingen en natuurrampen en alles. Ik vind dit heel erg. Dit had nooit mogen gebeuren. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat degene die dit op zijn geweten heeft voor altijd zijn leven lang achter de tralies belandt. En nooit weer eruit komt dan alleen nog wanneer die zelf ook is overleden. Eerder niet. De hoogste straf mag die krijgen die er is. Helaas hebben we hier de stoel niet meer. Anders had ik gezegd, zet hem maar op de stoel. Wegwezen.
zulke soort gasten hebben wij hier niet nodig. Maar in ieder geval, heel Nederland, sterkte, brand een kaarsje. Zowel voor jezelf, maar ook voor de familie. We branden allemaal een kaarsje. God zegen toegewenst, allemaal. Lieve vrienden, wens iedereen sterkte. Die hem hebben gekend, real life of via de televisie. Het is al erg genoeg dat zo'n goede man, 64-jarige leeftijd, is moeten overleden door een kogel die in zijn hoofd is geschoten. En er waren meerdere schoten gelost, maar waar dat allemaal terecht is gekomen. Ik ben ook maar een leek. Ik weet er enkel dat er eentje sowieso in zijn hoofd was gekomen. Lieve vrienden, laat ons een minuut stilte houden. Amen. Dat lieve vrienden, ik zou zeggen, ga naar Amsterdam toe. Leg er een bloemetje neer. Karen en Roderick, die gaan dat ook namens mij en hunzelf ook een bloemetje neerleggen vanmiddag. Hun zitten er dichterbij dan ik. Ik kan er nou ook niet komen, maar hun wel met de auto. Dus ga iedereen, ik roep iedereen op. Degene die in Amsterdam wonen, bij Amsterdam, de mogelijkheid hebben om er naartoe te gaan, op wat voor manier dan ook, breng een bloemetje voor Peter en de familie. God zij met u. Ja, lieve vrienden, ik kom maar weer even bij jullie in huis vallen. Na een droevige dag zoals we vandaag hem moesten meemaken, kregen we met ons allen te horen dat onze Peter R. de Vries helaas niet was gelukt om te blijven leven. Dat hij toch van ons heen is gegaan. Bedroevend, ernstig nieuws. Daarbij, dan ook nog daar in Limburg, Valkenburg, etc. Alles onder water. Doordat het ontzettend veel geregend heeft en alles overstroomde, de rivieren, de Maas, noem maar op. Ze zijn er nog niet, want vannacht komt de Maas op zijn hoogtepunt. Allemaal bedroevend vandaag, droevig nieuws, wreed allemaal. Zowel natuur, zowel de mensheid. Waarom? Waarom moet het gedaan worden? Ik weet het niet. Ik denk er wel over na, maar dan nog, ik weet het niet. Ik zelf zit zo niet in elkaar dat ik iemand zal gaan vermoorden of wat dan ook. En moedertje natuur? Ja, wie kan daar tegenop? Daar kan niemand tegenop. Dat krijg je allemaal gratis cadeau. En of je het leuk vindt of niet, je hebt het maar uit te pakken. Maar wat Peter R. de Vries is overkomen, dat had nooit niet gemogen. Het is te erg voor woorden. Hé, ja. Het is erg, hè, meisje, of niet dan? Is dat erg? Ja, hè. Is dat erg? Ja? Erg, hè. Ja. Potverdikkie. Ja, allemaal droevig, droevig, droevig. Lieve vrienden, dat, ja. Gewoon met woorden niet te beschrijven. Het is ook niet te bevatten. Ik zit niks anders dan op televisie ook te kijken ernaar.
dit is bizar. Maar oké, ik denk dat iedereen dit vandaag wel met zich mee zal dragen voorlopig. En ik heb vanmiddag een stukje ervoor op YouTube gezet. Maar datzelfde stukje gebruik ik ook in deze vlog. Even zo goed weer, want ik heb het meegemaakt. Jullie ook, maar het hoort wel bij mijn vlog ook. Dus dat doe ik wel. Het staat ook nog gewoon ook op mijn mobiel. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. En voor nu zeg ik een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Nogmaals voor de nabestaanden allemaal. Steun elkaar, geef elkaar kracht, warmte, licht. En ik hoop dat het ook met jullie goed mag komen. Al heeft dat heel, heel veel tijd nodig. En ik hoop dat dan het in de toekomst wel toch weer een beetje licht zal worden aan de horizon voor jullie. Voor nu wens ik jullie allemaal, ook de nabestaanden, toch een goede nachtrust. En hopelijk dat alle narigheid gauw verdwenen mag zijn. Zo zeggen, graag tot morgen. Doei!